Welkom bij de video over Bentham en het utilitarisme ethiek in de verlichting deel 2. Om te beginnen de leerdoelen. We gaan vandaag wederom kijken naar de verlichting, dus ook wederom kijken naar het wetenschappelijk optimisme, de grondrechten en nieuw is daarbij het abolitionisme. We gaan vervolgens kijken naar hoe Bentham daarin past, dus dat hij een liberaal was, dat hij een groot voorstander was van de afschaffing van de slavernij en een groot voorstander was van dierrechten. Tot slot het utilitarisme, eigenlijk datgene wat hij bedacht heeft. Dat is een consequentialisme. We gaan zien wat dat betekent. En daarbij speelt de hedonistische calculus een grote rol. Om te beginnen weer eventjes terug naar de verlichting. We hebben al gezien dat de menselijke waardigheid een belangrijke rol speelt. Om te bepalen dat iedereen eigenlijk gelijk behandeld moet worden. Iedereen gelijk is aan elkaar. Omdat we allemaal mens zijn en omdat we allemaal de reden hebben. Dus dat er eigenlijk weinig reden is om een ander op een andere manier te behandelen dan dat jij zelf behandeld zou willen worden. Die gedachte speelt ook een grote rol in de Franse Revolutie, waarbij dus vrijheid, gelijkheid en broederschap de centrale termen zijn. We hebben al gezien dat in de Franse Revolutie men eigenlijk tegen de ongelijkheid streed die ontstaan was in de Franse maatschappij, doordat je dus absolute vorsten had die boven alle andere mensen stonden, die boven de wet stonden en eigenlijk zelf bepaalden wat de wet eigenlijk was. Dus die opstand waarbij mensen zeiden, nee, we zijn allemaal vrij, we moeten onszelf kunnen beslissen over wat wij willen, onze eigen mening kunnen vormen, we zijn allemaal gelijk, dus niet iemand is beter, niemand staat boven de wet en we zijn ook allemaal broeders van elkaar, dat betekent dat we met elkaar moeten omgaan alsof we één grote familie zijn. Nou, daar zie je eigenlijk ook al de grondvesten voor het liberalisme, dus de vrijheid met name, dat iedereen zelf moet kunnen beslissen hoe zij willen handelen, hoe zij willen denken en dat je niet iets moet opleggen. Wat betreft de keuzes die iemand wil maken. We zien dan ook dat het abolitionisme, dat is de afschaffing van de slavernij, een grote rol speelt in die tijd. Dus de gedachtes gaan spelen van, ja, mogen we eigenlijk wel slaven houden? En eigenlijk begint men langzamerhand te bedenken dat slavernij eigenlijk helemaal niet zo goed is en dat we daarvan af moeten stappen. Nou, dan gaan we kijken naar hoe Bentham dan binnen die verlichting past. Bentham zegt eigenlijk van, nou, geluk is meetbaar, we moeten dat kunnen achterhalen waar iemand gelukkig van wordt. Het kan niet zo zijn dat het een of ander raar begrip is wat we niet konden duiden. Nee, geluk is eigenlijk gewoon meetbaar. Iedereen is ook gelijk in de mogelijkheid om te en gelukkig te voelen. Dat betekent dat geluk daarbij meetbaar wordt als je zegt, ja, geluk is eigenlijk hetzelfde als ergens van genieten. Ik geniet ervan dat ik nu deze week kan kijken over de reizen naar Mars bijvoorbeeld. Nou, daar geniet ik van. Dat betekent dat mijn geluk meetbaar is in de mate waarvan ik daarvan geniet. Geniet ik daar meer van dan een lekkere maaltijd of geniet ik daar minder van dan een lekkere maaltijd? Dus geluk en lijden zijn uit te drukken in hoeveelheden eigenlijk. En die kan ik dus met elkaar gaan vergelijken. Ik kan kijken, word jij hiervan gelukkiger dan ik er pijn van heb dat dit gebeurt? En ik kan ook vervolgens kijken naar hoeveel mensen worden er nou eigenlijk gelukkig van dat dit op televisie is. Hoeveel mensen worden er gelukkig van dat ik zoveel geld heb en de anderen niet. Dus met al die dingen kun je dus gewoon gaan rekenen van, nou oké, als een paar mensen heel rijk zijn en de rest daardoor heel arm, dan betekent dat dus eigenlijk niet juist is, zegt Bentham. Goed, dan gaat hij dus ook gaan kijken van, hé, maar als alle mensen gelijk zijn in de mogelijkheid te lijden en geluk te voelen, dan moeten we misschien eigenlijk gaan zeggen van, ja, als dat te maken heeft met een goed leven hebben, als wij zeggen van, nou ja, een goed leven is een gelukkig leven en geluk is uit te drukken in de mate van genot en de mate van lijden, dan moeten we eigenlijk zeggen dat in het enige wat ertoe doet, alle mensen gelijk zijn. We kunnen namelijk allemaal lijden, we kunnen allemaal geluk voelen. En dat, als dat het enige is wat ertoe doet, moeten we ook zeggen dat alle mensen gelijk zijn en dat we dus eigenlijk ook geen slaven mogen houden, want daar worden heel veel mensen dus heel ongelukkig van, terwijl het genot dat het een aantal mensen brengt veel beperkter is dan het lijden dat het een hele grote groep mensen brengt. Maar Bentham gaat nog een stapje verder. Bentham zegt, ja, als het er niet toe doet of jij beter kan denken dan de ander, als het er niet toe doet dat jij beter kan praten dan de ander, of jij meer te zeggen hebt dan de ander, en eigenlijk dat enige wat ertoe doet is de mogelijkheid om te lijden of om geluk te voelen, dan moeten we misschien ook gaan zeggen dat mensen en dieren gelijk zijn. Dus zegt Bentham, ja, eigenlijk moeten we zeggen, it is not can they reason, nor can they talk, it is can they suffer. Dus kunnen zij lijden?
kunnen zij pijn voelen? En als dat zo is, dan moeten we gaan zeggen, hey, wij moeten pijn vermijden en we moeten geluk vergroten. Dan zijn we goed bezig. En als dat het enige is wat het doet, dan moeten we ook gaan zeggen, oké, ik mag dus geen dieren pijn doen. Ik mag niet alleen geen slaven houden, ik mag eigenlijk ook geen dieren houden, want dieren kunnen ook pijn voelen. Vervolgens zien we dat Bentham een groot voorstander is van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geloof ook daarbinnen. Hij zegt eigenlijk, ja, je kan niet iemand dwingen om het een te geloven of iets anders te geloven, want uiteindelijk zal hij dat zelf toch wel vinden. En als je wil dat iemand zich ontwikkelt, als hij wil dat iemand zijn reden ontwikkelt, dan mag je hem niet iets opleggen, dan moet je dat allemaal zelf proberen te bedenken. Dus Bentham is een groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting, is ook een grote liberaal. En vanuit die gedachtes, vanuit de reden, vanuit het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen, omdat hij niet wil dat mensen lijden, wil je ook het gevangenissysteem hervormen. Hij bedenkt daarbij een gevangenis, een panopticum, een ronde gevangenis waarbij de bewakers bovenin zitten. Je kunt ook hier een beetje op dit plaatje zien, de bewakers zitten middenin en kunnen vanuit die positie in principe alle gevangenen zien. En de gedachte van Bentham is dat als gevangenen altijd weten dat een bewaker ze in principe altijd kan zien, dat zij zich dan ook beter gaan gedragen, dat ze zich vanzelf goed gaan gedragen. En eigenlijk is dat wat Bentham wil, dat gevangenen in plaats van dat zij continu opgesloten worden of mishandeld worden, dat zij het idee hebben van, hey, ik word bekeken, dus ik die mij te gedragen. En dat zij dan zichzelf gaan disciplineren en goed gaan gedragen, zodat zij uiteindelijk weer terug de maatschappij in kunnen. Hele belangrijke liberale gedachte. En we zien een paar van deze koepelgevangenissen zien wij nog steeds in Nederland staan. In Haarlem staat er bijvoorbeeld eentje. Oké, voordat wij verder gaan naar het utilitarisme van Bentham, gaan we eerst eventjes kijken of wij de eerste twee delen hebben begrepen. Dus of wij weten van, hey, wat was de verlichting ook alweer? Wat is het abolitionisme? De afschaffing van de slavernij? En hoe hangt dat nou samen met het denken van Bentham? Dus geef aan welke kenmerken van de verlichting van toepassing zijn op Jeremy Bentham. Doe dat eerst voordat je verder gaat naar de volgende dia. Goed, ik ga door. Het utilitarisme. Het utilitarisme zegt eigenlijk dat geluk uitgedrukt kan worden in genot. Dus de hoeveelheid genot die iemand kan hebben en de hoeveelheid lijden die iemand heeft doordat jij bijvoorbeeld ergens van geniet. Iedereen wil eigenlijk zoveel mogelijk genot hebben en zo min mogelijk lijden. Dat betekent dus dat Bentham zegt, oké, als wij een ethiek gaan vormen, dat betekent dat eigenlijk dat wij zoveel mogelijk geluk moeten creëren in de wereld en zo min mogelijk lijden moeten creëren in de wereld. Dat betekent ook meteen, zegt Bentham, dat het enige wat ertoe doet, is de gevolgen van mijn handelingen. Dus creëer ik ook daadwerkelijk meer geluk dan ik lijden teweeg breng, want dan ben ik goed bezig. Dat noemen we het consequentialisme, wanneer je alleen maar focust op de gevolgen van jouw handelingen. Consequentie is ook een gevolg. Nou, hoe kan ik dan bepalen wat ik moet doen, zegt Bentham? Dat kan je doen door de hedonistische calculus toe te passen. Hij zegt, je moet zorgen voor zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. Dat betekent dat bij iedere handeling, bijvoorbeeld mag ik stelen, ga je kijken naar, brengt dat meer geluk dan lijden teweeg. Als ik alleen maar wil stelen omdat ik bijvoorbeeld fijn vind om een snoepje te hebben uit de winkel, maar voor de rest word ik er niet heel gelukkig van. Ik denk alleen maar, nou, ik heb gewoon zin in een snoepje, ik steel het. En de ander leidt er meer onder, dus doordat ze bijvoorbeeld allemaal geld mislopen, dan moet je zeggen, hey, dat brengt niet zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen teweeg. Ik mag dit niet doen. Ik zou moeten zorgen dat ik gewoon geld betaal, want dan maak ik de ander gelukkig mee, doordat ik gewoon betaal en dan kan ik zelf diezelfde hoeveelheid geluk ervaren van het snoepje. Dus moet ik gewoon betalen voor dat snoepje. Ik mag dus niet in dat geval stelen. Bij Bentham kan het dus wel van geval tot geval verschillen of je mag stelen. Als je het namelijk doet om heel veel mensen gelukkig te maken, dan zou het best kunnen zijn dat het lijden van de winkelier minder van belang is dan de hoeveelheid mensen die je helpt door bijvoorbeeld het eten te stelen. Oké. Dan gaan we eerst eventjes kijken of we de hedonistische calculus hebben begrepen. Dus zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen proberen te creëren. Probeer nou aan de hand van de hedonistische calculus van de vorige dia te kijken of de volgende handelingen mogen, ja of nee. Mag je een fiets stelen omdat je geen zin hebt om te lopen? Mag je een brood stelen om je gezin te voeden? En mag jij vlees eten? Probeer het in de hedonistische calculus te plaatsen en geef elke keer aan de hand van die hedonistische calculus dus aan
of hij mag ja of nee. Dan gaan we nu naar het einde toe. Wat ga je deze week doen? Je gaat proberen een week lang te bedenken hoe jij voor zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk geluk kunt teweegbrengen. Welke handeling kun jij doen, of misschien wel laten die je normaal doet, waardoor je mensen geluk brengt. Dus wat moet jij, probeer eens wat dingen in de hedonistische calculus te zetten. Probeer eens te kijken wat je zou kunnen doen om meer geluk in de wereld te brengen, in jouw directe omgeving misschien, en om lijden zoveel mogelijk te voorkomen deze week. Laat aan de hand van de hedonistische calculus zien dat jij juist hebt gehandeld. Heel veel succes!